Na maanden gaan de verpleeghuizen langzaam weer open voor familie. Het is maandag 25 mei, dit is Zeeland Nu. Bezoek zeker nog niet als vanouds. Rapport Wientjes over compensatie uitgesteld. En Zeeland liep al vaker militairen en geld mis. Dames en heren, goedenavond. Vandaag mochten de eerste ouderen en gehandicapten weer bezoek ontvangen. Het kan nog niet meteen bij alle Zeeuwse zorginstellingen en het gebeurt onder strikte voorwaarden. Maar dat mocht niet deren. Na ruim 2 maanden elkaar niet gezien te hebben, snakten cliënten en hun familie naar elkaar. Hey, schatie. Alles goed? We moeten niet knuffelen, hè? Nee, hè? Na 2,5 maand ziet Veronique haar zus Els weer. Els heeft een verstandelijke beperking en woont in een complex van gehandicaptenorganisatie Tragel in Hulst. Zowel Els als Veronique zijn blij dat het weer kan. Ik heb er echt wel onder geleden, hoor. Het is een klein beetje mijn dochter, hè. Ik was 15 toen ik thuis moest blijven bij hun bakkerij. Dus ik moest op mijn 15e thuis blijven als zij geboren is. Dus ik heb ze eigenlijk van baby af helpen opvoeden. Hè. En dus aan de koffie, want er is genoeg te kletsen en te bekijken. Want in al die tijd heeft Els zich vermaakt met haar hobby puzzelen. En daarvan moet natuurlijk het resultaat geshowd worden. Ja? Oh, en dat is een huisje. Amai, ik ben wel heel blij dat je dat kunnen doen hebt. Hè? 60 kilometer verderop gaan er ook deuren beperkt open. Hier in Capelle bijvoorbeeld, van verpleeghuis Cederhof. Mattie kon er voor het eerst weer haar moeder bezoeken. Nou, heerlijk. In haar eigen appartement. Bloemetje mee. Zelf de bloemen weer in de vaas zetten. Nog een knoopje aan een blouseje zetten. Heerlijk, toch? Maar dat gaat niet zomaar. Want dit verpleeghuis heeft strenge voorzorgsmaatregelen getroffen. We moeten bezoekersstromen dus geleiden. Dus elke dag hebben we nu 12 bezoekers. Die komen op een afspraak binnen. Nou, als de deur open gaat, gaan we naar de handdesinfectants. En we hebben een warmtecamera. Dus daar wordt automatisch je temperatuur gemeten. En we hebben ook aan familieleden gezegd, ja, als u koorts heeft of verhoging, mag u niet naar binnen. En dus betekent dat even in de camera kijken. En als het kader rond je hoofd groen blijft, mag je naar binnen. Alle verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg mogen vanaf vandaag hun deuren beperkt openen. Dat betekent 1 vaste bezoeker per cliënt of bewoner. En zodra er een besmetting optreedt, dan moeten die deuren weer helemaal op slot. Alle ogen zijn nu gericht op de overheid in de hoop dat vanaf 15 juni die bezoekregeling verder verruimd kan worden. Over de hele wereld wordt momenteel gezocht naar een vaccin tegen corona. Immers, als iedereen ingeënt is, kunnen we er ook niet meer ziek van worden. Maar om zo'n vaccin dan meteen weer verplicht te stellen, vinden sommige mensen dan weer geen goed idee. In Veren is homeopathisch therapeut Alex Leon gevestigd. Leon vindt dat onze vrijheden door de coronamaatregelen te veel en onnodig zijn ingeperkt. Met desastreuze gevolgen. Wij zitten hier in Zeeland. Wij leven hier op een enorme inkomstenbron, dus toerisme. En die is ons afgenomen voor deze periode. Met een enorm gevolg. Maar zegt u dat het middel erger is dan de kwaal? Of zegt u nou in het begin, ja, was dat toch wel te begrijpen dat men zo heeft gehandeld? Ik heb het nooit begrepen. Er wordt nu koortsachtig gezocht naar een vaccin tegen COVID-19. Homeopaat Leon is tegen vaccineren en hij is bezorgd dat zo'n coronavaccinatie wel eens wettelijk verplicht zou kunnen worden. Dan denk ik dat het geen democratie genoemd meer kan worden. Is dat een risico er? Dat risico, dat hoor ik om me heen heel vaak. Dat mensen dat zich beginnen te realiseren, dat dat best wel eens zo zou kunnen zijn. En dan ook voor iedereen een... Misschien ja. Verplicht. Dat zou kunnen. Ik ben de regering niet. Maar daar bent u wel bezorgd over, dat gebeurt. Zeker, als het gaat over vrijheid. Zeker vrijheid van meningsuiting, vrijheid van medicijnen kunnen. Vrijheid van je eigen lichaam. Kunnen beschikken over jezelf, kunnen beschikken over je eigen kinderen. Dus een verplichte vaccinatie zou echt iets heel nieuws zijn in Nederland. Jazeker. En dat vrije Nederland is dan voorbij. Bij mij in de studio is collega Martijn van der Werf voor ander coronanieuws van vandaag. Martijn, waar wil je het over hebben? Nou, laten we beginnen even bij de jachthavens. Want normaal om deze tijd, en zeker met dit weer, liggen de jachthavens vol.
Maar laten we bijvoorbeeld even een van de grootste jachthavens van Zeeland pakken, Breskens. Ja, daar zie je nu heel veel lege plekken. De oorzaak, de afwezigheid van de Vlamingen. Omdat natuurlijk de grenzen dicht zijn, kan niemand zijn boot komen brengen of in het water laten doen. En, ja, en als dan 60-70% van je klanditie uit Vlamingen bestaat, ja, dan is dat niet alleen heel veel lege plekken, maar ook, heeft dat ook gevolgen voor je portemonnee. Ik denk dat we met die kortingregeling die we in stand hebben gehad, dat we daar toch in de honderdduizenden moeten praten deze zomer. Wat is dat precies voor korting? Degene die officieel niet kunnen komen, voor de tijd dat ze echt niet kunnen komen, krijgen ze 75% korting op de lichtgeld. U hoopt natuurlijk dat ze snel weer komen. Ik hoop dat 8 juni inderdaad, dat ze zeggen we gaan de grens weer open doen. Maar Martijn, er was meer nieuws over de grens vandaag. De provincie heeft bekendgemaakt dat er een speciale regeling komt voor mensen in de grensregio. Wat houdt dat precies in? Ja, Zeeuws-Vlamingen maken nogal gebruik van de route via België naar de rest van Nederland. Vooral voor de gemeente Huls, want dat is echt korter als je via Antwerpen rijdt. Nu moet dat via de Westerschelde-tunnel, dus dat is verplicht tol betalen. Nou, nu wil de provincie die mensen tegemoetkomen, heeft 60.000 euro ter beschikking gesteld voor particulieren en bedrijven. Niet allemaal gelijk aanspraak maken op dat geld, want je moet eerst een mail sturen naar de gemeente Huls en dan wordt gecheckt of je er wel recht op hebt. En hoeveel geld je dan weer terug kan krijgen. Duidelijk, ja, en natuurlijk maar hopen dat gauw die grenzen weer open gaan, want dan is dat probleem voor de meeste mensen natuurlijk ook weer opgelost. Ja, dat is inderdaad afwachten. Dan heb ik nog iets, want er komt natuurlijk een heel druk Pinksterweekend aan, mooi weer. Maar alle openbare toiletten zijn natuurlijk dicht, dus de recreant moet ergens heen met zijn behoeften. Rond het Veersemeer zien ze dat dat overal wordt gedaan, behalve op de goede plekken, vooral in de bosjes. Het waterschap dat verantwoordelijk is voor het Veersemeer, of tenminste de gebieden eromheen, houdt dan ook een beetje hun hart vast voor het aanstaand weekend en hoopt dat de openbare toiletten weer snel open mogen. Maar dan is het natuurlijk Pinksteren. Ja. Ja, nou, dankjewel voor deze mededeling. Ja. Als je aan het eten bent, eet smakelijk, zou ik zeggen, Martijn. Ja. Dankjewel. Het rapport van de speciaal adviseur Bernard Wientjes over de compensatie voor de marinierskazerne laat langer op zich wachten. Een afspraak op het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag is met 2 weken uitgesteld en dus komt ook het rapport later. Eerder liet Wientjes juist weten haast te willen maken met het Zeeuwse verlanglijstje, omdat in de herfst de campagnes beginnen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de aandacht voor Zeeland dan misschien zou kunnen gaan verslappen. Het blijft overigens niet de eerste keer dat Zeeland een militair bouwwerk mis is gelopen. Sterker nog, op dezelfde plek in Vlissingen waar de marinierskazerne zou komen, is eerder al geprobeerd om een fort te bouwen. Maar ook dat liep op niets uit. De restanten van kustfort De Ruiter liggen vlakbij de Vlissingse buitenhaven. De bouw van het fort startte in 1914, maar het werd nooit voltooid. Nou, gedurende natuurlijk de Eerste Wereldoorlog was er natuurlijk heel veel gebrek aan bouwmaterialen. Dus verschillende keren is ook zeg maar, de bouw stilgelegd van een gebrek aan materiaal. En uiteindelijk is na de Eerste Wereldoorlog heeft men ook gezegd, we kappen er definitief mee. Het fort dat nooit afkwam ligt naast het terrein waar de marinierskazerne had moeten komen. En er zijn meer overeenkomsten. De naam, De Ruiter, en de compensatie die Zeeland ook 100 jaar geleden wilde hebben van het Rijk. Met name de gemeentes Rittum en Vlissingen waren best teleurgesteld dat dit project niet doorging. Men had heel veel moeite gedaan, ook met die onteigeningen. Men was best ontevreden. Er is ook toen ook een soort bescheiden lobby gekomen richting Den Haag. En daar is uiteindelijk weinig tot niks terecht van gekomen. Het wordt nog vreemder. Onder de restanten van Fort De Ruiter liggen fundamenten van een fort dat Napoleon wilde bouwen en dat ook nooit is afgemaakt. Napoleon had zeg maar voor Vlissingen en omgeving hele ambitieuze plannen om dit een geweldige sterke marinehaven te maken. Dus ook daar zijn de ambitieuze defensieplannen nooit tot volledig wasdom gekomen. Een hoop historische mislukkingen op rij. Maar wat kunnen we daar nu mee? Misschien dat dit toch een soort slechte aura heerst op deze locatie. Maar wat we hiervan kunnen leren is, laat dit geen werkelijkheid worden voor de geprojecteerde marinierskazerne hierachter. We moeten echt gewoon zorgen dat hier compensatie komt en dat dit niet het beeld gaat worden van projecten, defensieprojecten genaamd De Ruiter. Ja, want als die lobby mislukt, dan kun je echt de geschiedenis 1-op-1 herhalen. Dan kan je inderdaad de geschiedenis op 1-op-1 herhalen. Een geflopt defensieproject De Ruiter zonder compensatie. Die plek is gewoon verdoemd hier. Slechte aura, ik zei het al. En dan iets anders. 4 Zeeuwse dorpen maken kans op de titel Allermooiste dorp van Nederland. Het gaat om Wemeldingen, Noordgouwen, Drijfschoor en Nisse.
En in de rest van Nederland zijn overigens ook nog 46 dorpen in de race. In september wordt bekend of de jury van de ANWB voor een van de Zeeuwse dorpen kiest. Maar dat moet natuurlijk haast wel. Het was een mooie zonnige dag met landinwaarts kleine stapelwolken. Ideaal weer om prachtige plaatjes te schieten. Morgen opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige wind wordt het dan 20 tot 23 graden. En straks is het weer tijd voor een nieuwe uitzending van Trots op Zeeland. Hoe leuk zou het wezen dat vroeger Veronica komt naar je toe deze zomer, dan Suffertutte komt naar je toe deze zomer. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus toen was het enige manier waarop wij wel naar mensen toe kunnen komen, is via de brievenbus. Dus nu hebben we brievenbuspakketjes. Dat straks. Eerst nog het uitgebreide weerbericht van Jules Gernaert. En ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.